luxecreet hebben. Dankjewel. Het is alweer de tweede editie van Koffie met Nan en Hoch. Gezellig. Maar dit keer doen we het niet vanuit Tilburg. We zitten in Diessen, in ons buitenverblijf, zou ik maar zeggen. Ja, en wat heb je op tafel liggen? Ja, we zijn Asun aan het spelen. Dat is een nieuw spelletje wat we laatst hebben gekregen van vrienden. Bij de Luxury Christmas Edition. Hadden we een feestje met vrienden en dan deden we met cadeautjes en alles. Dus er zat een spelletje bij. Het heet Asul. En het gaat eigenlijk over azulejos, oftewel Spaanse tegels, waar in Spanje de vloeren en de muren mee zijn bekleed. Ik krijg er helemaal een vakantiegevoel van. Normaal gesproken dan zijn wij veel in Zuid-Spanje, in Andalusië, en daar stikt het eigenlijk van die prachtige tegeltjes. Ja, elk huis heeft zo in de patio's en in de gangetjes en ook op de vloeren hebben ze allemaal van die mooie gekleurde tegels met wit en blauw eigenlijk. Super mooi, ja. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, als we zo dit spel aan het doen zijn en we zitten hier in ons eigen boshuisje, dan word ik er helemaal mee terug de tijd ingenomen naar de vakantieperiodes. Want hoe bracht jij als kind je vakanties door? Nou, mijn ouders die gingen nog wel eens met mijn opa en oma met de camper naar het zuiden van Europa. Of naar Hongarije zijn we een keer geweest, of was naar Spanje, Portugal. En dan gingen we met het hele gezin en opa en oma, moet je voorstellen, met z'n zeven in één camperbus. En dan reisden we door heel Europa. En dat was eigenlijk een leuke invulling van onze vakantie. En sliep iedereen dan in diezelfde camper? Nee, dat was niet helemaal. Dat kon ook niet helemaal, want er waren twee bedden in. En voorin kon je de voorbank als een bed onttoven. En bovenin lagen twee bedden. Maar we moesten natuurlijk ook een tent meenemen waar we dan als kind in sliepen. Ja, ja. Dat was wel avontuurlijk. Zeker, dat was heel leuk. Maar had je niet vaak ruzie als je zo met zeven mensen op zo'n kleine vlakte zat? Er hing een bordje, herinner ik nog, er hing een bordje bij het zitgedeelte. En daar had mijn oma opgeschreven, verdraagt elkander. Dat was heel grappig. Dus, ja, natuurlijk, jullie hebben elkaar goed verdragen. Ik denk dat we ook wel ruzie hebben gehad, anders had dat bordje er niet gehangen. Ja. Maar dat was echt wel een mooie tijd aan de vakantie. Als jij terugdenkt aan je vakantie, wat zijn jouw herinneringen dan? Nou, lange tijd, en dan denk ik eigenlijk vooral aan de grote vakanties. Want de vakanties door het jaar door, ja, dat was een weekje of twee weekjes. En dan twee weekjes en dan bleven we gewoon thuis. En dan gingen we bijvoorbeeld spelletjes doen. Maar de grote vakantie zijn eigenlijk voornamelijk dagtochten geweest. Soms was het ook wel eens zo'n slecht weer tijdens een zomer. Dat mijn ouders voor ons viertjes eigenlijk een soort railrunner kochten. En dan gingen we binnen 10 dagen, mocht je dan 3 keer de hele dag met de trein. En sommige zomers was het zo slecht dat als het eerste abonnement dan om was, dat ze meteen weer een tweede kochten. Omdat we konden dan geen kant op en dan zat je in ieder geval nog in de trein. En treinen was natuurlijk super avontuurlijk. Ja, maar ik weet nog wel dat eigenlijk al mijn klasgenootjes wel steeds op vakantie gingen. En dat ik eigenlijk een van de weinigen was. Alleen maar dagtochten deden. Dus toen heb ik op een gegeven moment aan mijn ouders gevraagd of we alsjeblieft ook een keer op vakantie mochten. En toen zijn we eigenlijk begonnen met 3 achtereenvolgende jaren naar Center Parks in Amerika. Ja, niet het land, maar het dorpje in Limburg te gaan. En ja, dat was echt geweldig. Met de hond die ging dan ook mee. En er was een overdekt zwembad. En we bleven daar slapen. En we bleven daar slapen. Ja, dus dat was eigenlijk de eerste keer dat wij echt op vakantie gingen. Dat begon met een midweekje en we vonden het eigenlijk zo leuk dat we het jaar daarna een week gingen. Mm. En dat was al zo'n avontuur. En toen we dat 3 keer hadden gedaan, dan was ik inmiddels wat ouder geworden. En toen wilde ik eigenlijk wel eens een keer naar het buitenland. Dus toen zei ik van, kunnen we niet een keer wat verder weggaan? En toen hebben we eigenlijk voor de eerste keer gekampeerd in Frankrijk en dat was echt een drama. Ja, verschrikkelijk. Ik ga echt nooit van mijn leven meer kamperen. Ik vind het echt afschuwelijk. Ik had er geen ervaring mee. Ik hoorde dat al mijn klasgenootjes deden. Ik wil het ook wel eens ervaren. Met zo'n toiletrol onder je arm naar het toiletgebouw, douchen waar iedereen al heeft gestaan. Het was slecht weer ook. Ik ben echt niet van een. Ik hou van de natuur, maar wel als ik daarna gewoon weer naar een warm huisje kan. Dus nee, kamperen is echt niks voor mij, dat heb ik ontdekt. Maar toen ik jou leerde kennen, toen ging je eigenlijk alleen met je moeder op vakantie. Hoe zat dat dan in elkaar? Nou ja, dus ja, nadat we zijn gaan kamperen, hebben we dat in ieder geval nooit meer gedaan. Inmiddels was ik ook alweer ouder geworden en ging studeren.
En toen, tijdens de studie, kregen we een heel interessant vak, cultuurgeschiedenis heette dat. Tuinvaas, uh-huh. Inderdaad. En hij vertelde zo levend over al die Italiaanse meesterwerken en de gebouwen in Italië en Wenen. En toen heb ik eigenlijk voor de eerste keer in mijn leven een culturele rondreis ondernomen, georganiseerd. En dat deed ik toen met een vriendin van mijn moeder, want mijn moeder zelf was nog niet zo'n help met reizen. Maar ja, ik kwam met zo'n positieve verhalen thuis dat ik zei, ah mam, je moet dit echt een keer gaan doen. Zullen wij dit samen doen? En toen hebben wij eigenlijk vanaf dat moment jaren achterin georganiseerde excursie en rondreizen gedaan. Met een bus of met de trein? Of met een bus, okay. Ja, met een gezelschap. Nou ja, je stapt op een opstapplaats. Je wordt naar je eerste overnachtingsadres gereden. En vanaf dat moment gaat het van start en ben je eigenlijk 2 weken bijvoorbeeld een clubje met alle mensen die zich ook op die reis hebben ingeschreven. En dan maak je van alles met elkaar mee. De hotels zijn geregeld, eten en drinken zijn geregeld, alle excursies zijn geregeld. Dat heb ik altijd erg leuk gevonden. Nou, heel veel verschillende landen, wel vooral binnen Europa. Ik ben een keer heel ver weg geweest, dus mijn moeder niet geweest. Ben ik alleen geweest naar Bali. Maar dat was niet helemaal mijn ding. Nee, die culturele rondreizen door Europa, dat was echt wel, daar werd ik heel blij van. Wauw. Ja, en toen ik jou leerde kennen, was eigenlijk de reis met mijn moeder alweer geboekt. Ja. Dus de eerste jaar kon jij niet mee. Maar ja, het jaar daarna ben je met ons meegegaan zelfs. Ja, ik dacht van, ik wil dat jullie die reis niet ontnemen samen. Maar ja, je moeder die vond het ook wel gezellig als ik, toen ik het voorstelde van, nou, zou ik anders meegaan? Nou, zei ze, ja, ik vond het wel gezellig. En ik dacht, nou, waarom niet? Toen zijn we met z'n drieën gegaan. Ja. Dat was ook erg leuk. Ja, was leuk. Kroatië, later nog naar Polen zijn we geweest. Ja. Dat waren echt mooie reizen, ja. Nou ja, en toen uiteindelijk zijn we natuurlijk zelf samen in Andalusië. Toen werd het Andalusië eigenlijk jaar in jaar uit, hè? Ja, was de eerste keer met de auto? Met de auto naartoe? Of zouden we de eerste keer met de trein? Denk dat we de eerste keer met het vliegtuig zijn. Was dat de eerste keer dat wij het vliegtuig misten? Nee, dat was naar Ierland. Ja. Oké, okay, maar laten we die snel vergeten. Laten we niet snel vergeten, we gingen naar Spanje, inderdaad naar Andalusië. En we zijn naar Sevilla geweest, naar Granada, of zoals mijn vader zei, Granada. Ja. Of Córdoba, Malaga, Cadiz. Cadiz. Eigenlijk hebben we bijna alles in Andalusië al wel gezien, behalve kleine dorpjes. Ja. Maar ja, Tolos. En ook natuurlijk Madrid geweest. En Spaans leren, hè? En Spaans geleerd, ja. Dat was eigenlijk de aanzet om. Ja, om daar misschien iets te gaan zoeken, misschien wel een huisje ooit, als we later groot zijn. Ja, maar nu hebben we eerst even, zijn we aan het oefenen hier, hoe het is om een eigen huisje te hebben, niet in Spanje, maar in Diezen. Diezen. En Diezen is ook een fantastische plek. We zijn er gisteravond aangekomen en het was wel een beetje stormachtig, dus ik heb vanochtend nog van allerlei takken uit de tuin getrokken en de rotzooi geruimd, want we krijgen vandaag ook gasten die in ons... huisje komen, die huren dit huisje. Ja, en dat is wel leuk, want iedere keer als wij hier zijn, dit is voor ons natuurlijk eigenlijk zo'n tweede plek, merk ik ook wel dat ik zelf helemaal in de vakantiesfeer kom. Want we gaan deze spelletjes spelen, je zit midden in de natuur, je kunt prachtige wandelingen maken hier, dus het is echt een heerlijk toevluchtsoord midden in de natuur om me helemaal op te laden, eigenlijk een soort krachtplek vind ik. Ja, het is ook een natuurreservaat hier in de buurt en het is een stiltegebied, dus het is echt fantastisch. Eigenlijk zelfs meer ruimte dan in onze eigen woning. Maar, en ik vind het ook echt heel fijn dat hier inmiddels al verschillende mensen van hebben genoten. En ja, ik begrijp ook altijd van die positieve verhalen. En dat is heel fijn om te doen. Ik had nog koffie. Ja, nou lekker. Ik heb nog. Wil je een koekje bij? Nee, dank je. Ik moet aan mijn lijn denken. Hè? Oh, nou. Maar dan doe ik het ook niet. Nee. We hebben net al de kerstdagen als we een beetje... Altijd een balans. Ja? Ja. Maar, zo meteen krijgen we weer gasten inderdaad. Zometeen krijgen we weer gasten. Ze moeten wel even snel dit spel afmaken voordat ze dadelijk komen. En nou ja, het ziet er in ieder geval spik en span uit hier. Ze kunnen zo arriveren. Ik ga de pannen erop gooien. Ja, dat is goed. En nou ja, mochten jullie ooit ook in dit huisje willen verblijven, dan weet ik jullie van harte wel. Tot snel. Kom, dan laat ik je ook nog even het huisje zien. Nou, we zijn hier in de woonkamer. De woonkamer heeft natuurlijk een zithoek en daarachterin zie je de keuken. En nou, laat ik je even door naar de slaapkamer. Komt u weer. Dit is de master bedroom. En onze
mooie edelstenen. Op de berg. Gaan we door naar de badkamer. Klein beetje plukken. Het is natuurlijk lager dan normaal. De badkamer. Lekker fijne douche. Wow. Kom, gaan we door naar de kinderkamer. Of de logeerkamer, zo kun je het ook noemen. Hè? Stapelbed, super handig. Dus het is eigenlijk een plek voor vier. Mooie lamp. En dan zijn we weer terug in de keuken. En dan zie je het ook van de andere kant. Ja, we hebben ook een tuin natuurlijk. Echt een hele fijne achtertuin. Dat is een beetje speelplek. En dat is de huiskamer weer. En dan willen we ook nog heel eventjes doorlopen naar voren. Kun je even zien hoe het eruit ziet. En in de zomer zitten we natuurlijk lekker buiten. Op de tuinstoelen. Het is daar wel een beetje nat. Maar het is fantastisch hier. Nou, dat is onze Casa Tuende. Wees welkom.